Met Hans, goedemorgen. Hans, goedemorgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Helemaal goed, die had ik verwacht. Ja. Goedemorgen Wil. Hoe gaat het met je? Ja, we houden de moed erin, hè. Ja, de moed erin houden, hè. Het is rustig, je kunt niks, hè Hans? Nee, maar daar staat tegenover dat we... Ja, mede door de corona ook briljante dingen hebben gedaan. En bezig zijn met vooruitkijken met name. Ja. En als je dan, ik zeg wel eens toeval bestaat. Als je dan een telefoontje krijgt van Frank Ferrari. Die dan zegt, je moet naar de studio komen. En dan heb ik wel eens dat eigenlijk achter elk liedje... een soort unieke kracht zit of een idee die het verschil maakt. En ik kwam in de studio en hij liet mij in allereerste instantie de tekst van Dakloos horen, onze nieuwe single. En ik was totaal om. Het is zo actueel, het is zo bijzonder. Toen dacht ik, nou, dit moeten we uit gaan brengen. Ja, en dan, dus je was ook een beetje overrompeld toen je de eerste keer die tekst voor je kreeg. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Kijk, we zijn natuurlijk de laatste jaren natuurlijk met ons hele team buitengewoon goed bezig en heel succesvol. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk moet je het geluk hebben dat er iets op je pad komt waarvan je zegt, ja, we praten ook over... actuele zaken. Hè? En als artiest is er natuurlijk moet altijd iets speciaals komen. Hè? Ja. Anders dan, ik zeg wel eens liedjes om liedjes, dat werkt niet. Hè? Maar dit kwam eigenlijk op het juiste moment. En mijn voorstel was, omdat we natuurlijk als duo met Nettie Reek natuurlijk optreden en ook onze theaterprogramma's weer op gaan pakken. Hebben we natuurlijk op die manier kunnen doen. En nou ja, ik ben totaal overrompeld over het succes van dit liedje. Ja. Leven zonder jou draai ik zojuist een fragment. Dat was ook geschreven door Frank Ferrari, of niet? Ja, Leven zonder jou. We hebben eigenlijk... we hebben in zeg maar 2016 of zo zijn we begonnen met een liedje dat heette Te mooi om waar te zijn. Dat was een liedje wat ik zelf geschreven had. En toen ging het heel snel. We hebben enorm succes gehad met liedjes als 100.000 vragen, Dromen van jou. Je noemde het al, Leven zonder jou. En met name in 2020, toen schreef ik een liedje, uiteraard in samenwerking met Frank. En dat heette Ik wil niet dat je huilen gaat om mij. Dat werd verkozen door onder andere TV Oranje en de Top 50 tot het allerbeste zomerliedje van 2020. Ja, dat zijn allemaal dingen die je overkomt en waarvan je dan denkt, oh, wat fijn. Ik noem dat altijd pantoffelmomentjes. Hoe zijn de reacties nou geweest, Hans, tot het uitbrengen van deze single Dakloos? Heb je er veel reacties op gekregen? Ja, het is ongekend. Het is echt ongekend. Van Groningen tot Maastricht. Maar ook België pakt het op dit moment op. En het is, en dat is het punt, het is pas 14 dagen uit, hè, joh. Ja. Want dat is natuurlijk ook nog zoiets, hè. Ik bedoel, kijk, als een liedje heeft natuurlijk eigenlijk tijd nodig. Maar ik ben totaal overrompeld van alle reacties die ik gekregen heb. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, dat was de eerste indruk die ik natuurlijk ook kreeg van het liedje. Ik had meteen daar zo'n kippenvelgevoel bij. En ik zeg altijd, toeval bestaat. En als je dan, iedereen kent natuurlijk Frank Ferrari, hè, van zijn grote hits. Monza, Sweet Love. De man heeft natuurlijk zo verschrikkelijk veel ervaring. En als je dan dit mag gaan zingen, zeg ik altijd, dan doet het wel wat met je. Ja. Nu is het voor jullie ook stil met die theatervoorstellingen en met die dingen. Ja, zit je nou helemaal stil thuis?
Nou, zeg maar, de winterperiode hebben we inderdaad wel echt door moeten knokken. We hebben wel een aantal, wat ik zelf maar noem, goede ideeën gehad. We hebben het een en ander op stik kunnen zetten. Dus we hebben in samenwerking met Jaap van Dille, mijn vaste klikman, hebben we dus het een en ander, zeg maar, een aantal shows, onder andere de Cash Show, die hebben we digitaal opgenomen. En die hebben we dus aan onze klanten aangeboden. Mm-hmm. Zodat, ik werk heel veel voor senioren, ook in de zorgcentra's. En die konden op Beamer of op groot tv-scherm, konden ze toch ons kerstprogramma vertonen. En dat heeft heel veel teweeg gebracht. Ik heb werkelijk de meest emotionele... De meest emotionele reacties gehad van mensen. Die het zo ontzettend fijn vonden dat ze ons ook konden zien. Ja. En natuurlijk uiteraard de liedjes meezingen. Nou, en wat mij nu op dit moment heel blij was. Ik kreeg van de week een berichtje. Dat gaat over zaterdag 28 augustus. Is nog een end weg. Maar dan zou ik een heel groot high-tea-concert gaan geven in het Spinoza Park. Nou, kijk, als je dat soort berichtjes krijgt, dan geeft dat ook weer goede moed om natuurlijk door te gaan. Ja, aan de andere kant moeten we hopen natuurlijk dat het ook eerdaags gaat beteren. Dat jullie weer de kans krijgen natuurlijk. Ja, dat is waar. Hè. Ik mag toch aannemen dat onze regering, die toch bestaat uit wijze mannen, er zorgen dat wij allemaal gevaccineerd worden. Althans, degene die dat allemaal willen. En dat wij toch wel over, nou zeg maar, een 2-3 maanden toch wel uit het grootste schot zijn wil. Hè. Ik bedoel, wie zijn wij? Ik heb daar wel goede moed op. Ja. Het zal tijd worden natuurlijk, hè, want het duurt allemaal veel te lang. Ja. Maar ja, je kunt beter vooruitkijken en maar positief denken als dat je in de shit raakt. En nogmaals, daar gaat het liedje over, hè, van mensen die echt alles kwijtraken. Hun baan, gezin. Laat ik er maar over zingen en dan hopen dat we over een paar maanden alles weer een beetje normaal is. We gaan hem draaien, Hans, de single. Het laatste woord van jou. Je mag hem zelf aankondigen. Het laatste woord van jou richting al de luisteraars. We gaan hem draaien. Dankjewel. Nou, in ieder geval uiteraard Wil van Delft. Hè, van het programma Delft Blauw in heel Nederland te luisteren. Daar ben ik ontzettend trots op dat ik weer eventjes een momentje aan de telefoon mocht komen. Alle lieve luisteraars en vooral ook stemmers. Hè, mensen die bijvoorbeeld ook bij TV Oranje stemmen of dakloos. Helemaal top. Dank je wel. We hebben jullie hulp echt hard nodig. Samen sterk, om het zo maar even te zeggen. En nogmaals, ik ben blij dat ik mijn nieuwe single aan kan kondigen. Geschreven door Frank Ferrari. Gezongen samen met Nettie Reek, Hans Zomers. Natuurlijk dakloos. Hey Jans, groetjes aan Nettie en tot de volgende keer. En bedankt, een fijne zondag nog. Dankjewel, jongen. Hey, hey. Ook hou jij je ook taai, hè? Ja, dat komt goed. Doei, hè. Hoi. Oké. Doei.